Yo, beste kijkers van Zevenrijd, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag staan we op Astra MT, oftewel Oud Walter MT. Voordat deze video begint, alle oude donators van Walter MT, als je iets hebt gedoneerd of iets in de trend, en dat je hebt bewijs ervan, als de Discord open is, maak een ticket aan, stuur bewijs in de ticket, en dan krijgt iedereen een vergoeding. Dat was even wat ik sowieso wil zeggen. Maar in ieder geval jongens, vandaag een nieuwe video op Astra MT. Deze video gaat over de map eigenlijk, want kijk, zoals jullie zien, de map is echt fucking anders als eerst. Dit was namelijk eerst de Walter MT map, en jullie gaan hem waarschijnlijk niet herkennen, want als we nu gaan naar Warp Walter MT V3. Oh, MVTP Walter MT V3. Als we daar naartoe gaan, dit is de oude spawn. Je herkent hem gewoon, je denkt echt van what the fuck, dit ziet er veel anders uit. En daarna gaan we nu gaan we naar de nieuwe spawn. Hier staat de nieuwe spawn op dit moment. Oké, nu ga ik het vergelijken, hè, jongens. Back. Nu ben ik heel ergens anders. Slash spawn. Je ziet dit. En nu van net. Jongens, dat is toch een heel groot verschil hoe de map eruit ziet. In ieder geval, jongens, dus dit is eigenlijk in principe de oude map. Alleen alles verandert van de map. In principe hebben we eigenlijk alleen dezelfde... een paint map, zeg maar, de onderkant van de map is hetzelfde, maar alles wat erop staat is anders. En het eerste wat we nog hetzelfde hebben gelaten is Cartena, zoals jullie hier zien. Maar daar zijn wat gebouwen naartoe gevoegd. Hier bijvoorbeeld casino, en daar hebben we, als ik even zoek, volgens mij was deze kant op, als ik hier deze kant op ga, hebben wij hier, nee, ik ben echt sukkel. Deze kant op gaan. Hier hebben we het lab. En hier kan je, iets heel zieks doen. Zie je een sneak peek binnenkort. Als de Discord open is. Hier kan je zeg maar een... iets overvallen. En daarmee kan je drugs maken. Iets van Breaking Bad. Dus dat is de enige sneak peek die je kan krijgen. Wordt fucking ziek. Oké, in ieder geval jongens. Dit is een overval die we hebben. Dit is echt de simpelste dat we hebben. No joke. Maar dit hebben we gewoon ingelaten omdat we leuk vonden. Dit wouden we gewoon hebben. Daarom hebben we dit gehouden. In principe. Dit is eigenlijk een klein overval. En we vonden het leuk om dit te houden. Wat is nostalgie van de oude server. Ik ga het een beetje laten zien hoe het werkt. Je ziet er onder in de chat druk op de computer met hack device op de overval te beginnen. Dan klik hierop. Doe ik de overval. Of tenminste de camera uitschakelen. Nu hoef je heel weinig bij te doen. Maar bij het nieuwe overvallen die we hebben. Bij de nieuwe meth. Of bij de nieuwe drugs grinding. Moet je zoveel verschillende dingen doen. Dat je echt druk bezig bent op de server. Nou, lockpicken. En dan straks, dan kunnen we dingen stelen zoals normaal. Kijk hier, nu kun je gewoon die dingen stelen. Dit is echt het simpelste wat we op het moment hebben. Oké, kijk, nu heb je nog wel wat geld. Ik doe even maar één kleus openen. En dan gaan we hieruit. En dan is het klaar. Oké, in ieder geval jongens. Dit was een beetje de overval. Dit is de simpelste overval die we hebben. We hebben fucking juwelieren. Lab overvallen, echt van die lappen waar experimenten worden gedaan. We hebben heel veel verschillende soorten drugs wat je kan farmen, maar dan moet je een bepaald level halen. Want je kan niet bij elk level kan je dezelfde drugs doen. Je hebt zoveel mogelijkheden in de server en we hebben er zoveel werk aan. Oké, boys, hier hebben we de bus. En dit is gewoon een simpele bus, maar goedemiddag, waar wilt u naartoe? En dan heb je hier een heel minuutje. We gaan nu naar Emanation even, dat wil ik ook even laten zien. Dit zijn gewoon wel leuke toevoegingen in de game die het nog iets leuker maken. En simpeler. Bijvoorbeeld hier heb je Emanation. En hier kan je kunst kopen. Alleen ik weet niet waarom dit hier staat. Slash Gamer 1. Dat is heel raar. In ieder geval jongens. Hier kan je dan gewoon Emanation. Kan je gewoon wapens halen. Alleen ze zijn wel duur. Want we hebben het liefst dat je zelf kunst grindt. Maar als je echt gewoon kunst wil halen. Omdat je snel kunst nodig hebt. Kan je hier gewoon bepaalde wapens halen. Dus dat kan je gewoon hier doen. In ieder geval jongens. De grote sneak peeks ga ik pas laten zien in het Discord. Dus binnenkort gaat het Discord open. Ik kan bijna een datum noemen. Maar... dat komt in de volgende video. Oké, jongens, in ieder geval. De grote sneak peeks ga ik pas laten zien in Discord. Ik kan maar een data noemen. Dat zien jullie in de volgende video. Maar nog deze nu niet. Hierachter zie je ook een camper. En daar gebeurt het ziekste. Of het ziekste. Qua drugsgrinding gebeurt hier het ziekste. Ik ga niet vertellen nog wat. Het is gewoon meth grinding in ieder geval. Maar ik ga niet vertellen hoe het werkt en zo. Dat zie je in de Discord pas. Dan zie je een hele zieke... film kan je het bijna noemen. Zo ziek hebben we het gemaakt. Zonder grappen jongens.
Aschram T wordt de beste Vega Metopia die jullie ooit hebben gezien. Hoeveel tijd we erin hebben gestoken, hoeveel moeite, hoeveel time we erin hebben. Bijvoorbeeld, ik alleen al heb 5 dagen time. Als we slash stat op time doen, stat op time. We hebben dan, nou ja, 5 dagen. Dani heeft 4 dagen 13 uur, Sally heeft 3 dagen 17 uur. We hebben op dit moment zoveel tijd erin. Dat is niet normaal. Dus jongens, het gaat heel ziek worden. En ik hoop jullie te zien in de volgende video. En in de Discord binnenkort. En dan zeg ik nog één ding. Dat is later mensen. Later.